Hallo, deze maanden staan in het teken van de actie van Gesek Sperma. We zijn hier te gast bij de familie Langerijs in Ten Boer. Adriaan, kun jij wat vertellen over je bedrijf? Jazeker kan ik dat wel. We hebben een bedrijf met 180 melk- en kalfkoeien. Tegen 100 hectare grond, voornamelijk gras. 10 hectare maïs en 10 hectare tarwe. We voeren de koeien, dus de maïs, de tarwe en voornamelijk gras. Een TMR-rantsoen met vrij veel ontsloten tarwe erin. Productie zit naar iets boven de 10.000 liter met 340, 350 eiwit en 420 vet. En we melken in totaal 1,8 miljoen ongeveer vol. Adriaan, ik kom al heel lang op dit bedrijf met heel veel plezier. Ik denk al ruim 20 jaar inmiddels. Zou je mij wat meer kunnen vertellen over het hoe en waarom je Siemens gebruikt? Siemens past ook gewoon bij ons als bedrijf en als fokfilosofie. We willen mooie koeien hebben met ruimte, inhoud, moet veel ruw voorin, moet goed melk uitkomen. En doordat we stieradvies krijgen en daar consistent in zijn, het elk jaar hetzelfde advies, dan bouw je ook langzaam een betere lijn op. En als je maar elk jaar hetzelfde doet, dan krijgen we zelf het resultaat wat je hebben wil. En dat hebben we nu. En de manier waarop we samenwerken zorgt ook voor dat de fokkerijkosten niet heel hoog zijn. We zitten vrij laag qua fokkerijkosten. En dat heeft deels te maken met het gesekte sperma wat we gebruiken. Ja, het is mooi dat je dat zegt van gesekte sperma. Kun je me ook daarin wat meer uitleggen over hoe je te werk gaat? Ja, door het hele fosfaatstelsel ben je natuurlijk wat krapper gegaan in het jongvee. We waren misschien iets te krap. We zitten nu op vervanging van 22%. En ik denk dat we dat kunnen handhaven. We doen met gesekte sperma. En we kiezen daarvoor de koeien bij die het beste productiepotentie hebben. Dus kwaliteit en productie, die combinatie. En daar doen we gesekte sperma op. We insemineren twee keer. En daarna gaan we over naar gangbaar sperma wat met goede bevruchters. En de rest van de koeien gaan Belgisch blauw op met makkelijke geboortes. Oké, en hoeveel procent ongeveer van de koeien gaat dan een vleesdier op? Nou ja, als je naar 20%, 22% vervanging toe wil, dan moet je ook zoveel procent van de koeien insemineren ermee. We zitten iets hoger, maar je hebt altijd uitval. Dus we zitten denk ik volgens mij rond de 25% van de koeien. Oké, dankjewel.